Hallo, het is vrijdag en ik ben bij mijn moeder. Ik heb lekker gewerkt en het is nu weekend, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga zo gezellig naar Ier toe. Gaan we lekker eten en dan ga ik lekker bij haar op haar balkonnetje zitten. Het is mega lekker weer. Dus ik heb me net even goed ingesmeerd met zonnebrand en dan gaan we lekker tennen. Maar ik heb een paar hele leuke items van Chiquelle gekregen. Een kledingmerk, dus ik dacht, die laat ik nog even zien. Ik zal even mijn camera neerzetten en dan zal ik ze showen. Ik heb nu de eerste aan. Het is een superleuke kleur, mega zomers. En het is een trui die kort valt, wat ik heel leuk vind, want ik heb best wel hoge broeken. Dus het ziet er zo uit. Hij valt nog boven je navel. En hier zit hij heel leuk zo. Omgevouwen. Ik vind het echt een mega zomerse trui. Dus mega leuk als je een crop top aan hebt en je neemt hem mee en je gaat ergens naartoe. Dan ben je nog steeds helemaal zomers als je een trui aan doet. Dit is de volgende. Ik zou dit niet echt een trui noemen, maar meer gewoon een top. Maar hij is wel een soort van gehaakt of gebreid. En hij is lichtroze. Weer enorm zomers. Hij is weer cropped. En ja, ik heb nu misschien niet de goede BH eronder aan. Maar je kan hem ook off-shoulder doen. Dus dan zit hij zo. Dat vind ik ook heel cute. Of je kan hem dus gewoon zo aandoen. Mega leuk. En hij heeft hier een iets ander patroontje. En ik vind deze details heel leuk. De volgende is deze top. Ook deze is weer een soort van gebreid. Ik denk eigenlijk dat ik er normaal geen BH onder zou doen. Dit is nu gewoon even voor makkelijk. En hij kruist hier heel leuk. En hij zit ook mooi achter. Ook deze is weer wat korter. Het enige wat ik wel ervaren heb bij deze top is dat hij nu al best wel uitloopt. Ik heb hem één keer aangehad. Omdat dit ook weer op deze manier gemaakt is. Vind ik hem nu al wel best wel groot. Dus ik zou deze misschien een maatje kleiner doen. Ik heb overal een small van. Maar deze zou misschien net nog iets mooier zitten als die in een XS zat. Maar ook deze vind ik echt mega leuk. Zo'n lekker poppend kleurtje. En dit is de laatste. Het kan zijn dat je deze op mijn Instagram gezien hebt. Want ik heb er wel een leuk fotootje in gemaakt. Ik vind deze kleur zo leuk. Het is een soort corset top, maar het zit alsnog best wel gewoon chill. Het zit niet mega strak. Ik heb ook een top die heel strak zit. Dit zit gewoon heel comfortabel. Aan de zijkant is die iets hoger dan aan de achterkant. En hier iets naar beneden. En ik denk dat ik deze nu lekker aanhoud. Want als ik ga tennen, dan wil ik natuurlijk geen lange mouwen aan. Ik had hiervoor lange mouwen aan. Dus ik denk dat ik lekker deze aan doe. Informatie erover zal ik in de beschrijving doen. En ga even zelf kijken of je wat leuk ziet. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik dacht ik wacht even tot mama thuis is. En dan ga ik richting Iris. Maar mama heeft zo'n lekker balkon. Dat hebben jullie vorige keer al een beetje kunnen zien natuurlijk. Oh, maar dan staat hier een lichtstoel vol in de zon. En dan kan je dus rond 4:30 of zo kan je gewoon vol lekker bakken op je balkonnetje. Ga ik nu even doen. Het is vandaag zaterdag. Ik kwam gisteren denk ik rond een uur of 12:30 thuis van Ier. Was super gezellig. We hebben nog House of Gucci gekeken. Echt een mega leuke film. Die was een tijdje geleden in de bios. En we hadden hem bij Pathé thuis gehuurd. Maar het was echt een leuke film. En we hadden gewoon even een chillen night. Want Ier was best wel moe van werk.
Dus we dachten, we gaan lekker gewoon bij haar chillen. Dus dat was mega leuk. En het is vandaag zaterdag. Ik ben bij mama, die is aan het werk. En vanavond gaan we gezellig uit eten. Er staat echt op de planning om vandaag mijn video van Ibiza online te gooien. Ik had afgelopen week best wel veel hoofdpijn, dus ik heb niet geëdit. Of bijna niet. Dus daar ga ik zo mee beginnen. En dan moet die online komen. Ik heb deze reep uit de kast getrokken. Ik ben heel lui, maar ik dacht dat ga ik even als ontbijt eten. Niet het gezondste ontbijt. En dan verder zien we wel. Het is echt weer mega lekker weer. Dus als ik nog tijd over heb, ga ik denk nog even naar het strand of even iets doen. En dan blijf ik denk vanavond nog slapen en dan moet ik morgen wel echt naar huis. Want ik moet nog iets voor een samenwerking opnemen, maar die spullen heb ik thuis liggen. En wat ook super leuk is, is dat Laudie komt morgen naar Amsterdam. Dan gaat ze voor het eerst mijn huisje zien. Dus dat is mega leuk en dan gaan we gewoon lekker door Amsterdam lopen, denk ik. Dus daar heb ik ook vet veel zin in. Maar echt, het weekend vliegt voorbij voor mijn gevoel. Maar goed. Eigenlijk heb ik nog een heel weekend. Want het is nu zaterdagochtend. En in mijn hoofd zit ik alweer bij morgenavond. Dus ik moet even wat meer in het nu leven. Dus ja, dat is het plan. Ik ga nog even lekker deze vlog afkijken. Ik kijk nu de vlogs van Michelle Choi. C-H-O-I. En echt mega leuk. Want volgens mij is ze Koreaans. Weet ik niet zeker. Maar ze is nu in Korea. En daar heeft ze ook allemaal vriendinnen en zo. Maar ze heeft echt mega relaxed, chille vlogs. En ik weet niet. Ik heb altijd iets met Korea en Azië. Wat ik dan zo leuk vind. Om te zien. Het leven daar. En dus ja, dat. Ja, ik weet niet. Iets daarvan vind ik altijd mega leuk. Dus ik ga dat lekker kijken en dan even wakker worden. En dan gaan we eens beginnen met editen. Videootje kijken en dan ga ik lekker douchen. Of eigenlijk middag. Het is rond 12. Ik ben in Amsterdam. Ik ben vanochtend vroeg van mama naar Amsterdam gegaan. Wat niet echt een mega chille reis was. Maar goed, ik ben er. En Laudie komt zo. Dus dan gaan we lekker de stad in. En dan zien we wel even wat we gaan doen. Ik moet eigenlijk nog wat opnemen voor een merk. Maar ik had er geen tijd voor, dus Lau gaat me daar zo eventjes mee helpen. En dan moet dat helemaal goed komen. Dus ja, ik heb er zin in. Ik ben blij dat ik uit de trein ben, dat ik er lekker ben. En het is een beetje zonnig met bewolking. Dus het is helemaal lekker om de stad in te gaan. Hallo darling. Heel gezellig. Oh my god, je ziet er zo mooi uit. Helemaal mooi. I love it. I know why, but it's keeping me awake. We should reminisce, but stay the same. I like saying the two of our names, but it would be a painless love, and that's a waste. Again, my way. Let's go on and forget yesterday. Hey, hey.
en ik hebben lekker bij Bolt geluncht. Ja. Wow. In de Wolvenstraat. En we gaan nu lekker door de 9 straatjes, een beetje winkeltjes kijken. Ja, voor mij de eerste keer dat ik er ben. Ja, Lou is... Ik vroeg net aan haar, oh, gaan we naar de 9 straatjes? Zei ik, ja, je bent er al. Ja, ik ben er al. Maar, echt toerist, hoe lang ben je er nou niet geweest? Ik ben al 3,5 jaar niet in Amsterdam geweest. Ik ben er langs gereden, maar ik heb nu een duidelijk doel en dat ben jij. Yay! Die komt vaker nu. Dus we zijn nu lekker winkeltje aan het kijken en dan ga ik straks mijn huisje laten zien. Ik ben heel benieuwd. Yes.